Dames en heren, goedemorgen. Van harte welkom bij de tweede dag van de eerste bezichtiging. Ladies and gentlemen, very warm welcome. At the second day of the first inspection, we will look at the first stallion. De eerste hengst is Catalis nummer 48, Diablo. Een 2,5-jarige zoon van Tjalle, moeder een stamboekmerrie van Wopke. Fokker-eigenaar is mevrouw R. Noten uit Liemde. Verwantschappercentage 17,9%. In de stokmaat is gemeten op 1,64 meter. First stallion this morning, entry number 48, Diablo. He's a 2.5-year-old son by Tjalle. His mother is a stadbookmare by Wopke. His kinship is 17.9% and his height at withers is 1 meter and 64 centimeters. En de tweede hengst is Catalis nummer 49, Doris van de Klaster. Ook een driejarige, een zoon van Torben. Moeder is een ster, dubbel A-merrie van Timon. Fokker is Obermaus uit Koudum. En eigenaar is Albert Minkema uit Houtige Hagen. Verwantschappercentage is 17,0%. En de stokmaat van deze hengst is 1,62 meter. Second stallion, catalog number 49, Doris van de Klaster. Also a 3-year-old, sired by Torben. His mother is a star AA mare by Timon. Kinship is 17.0%. And he was measured at 1 meter and 62 centimeters.
Nummer 49 die gaat niet door naar de kooi. Entry number 49 is not selected for the presentation in free moving later on. And we continue with catalog number 50. Catalogus nummer 50, Detmer van de Grijpleerts, ook een driejarige hengst. Van Nane, moeder is een ster preferente prestatiemerrie van Olof. Fokker is A. Bauma uit Nes. En de eigenaar is familie A. Hokkema uit Siegerswoude. Next stallion, catalog number 50, Detmer van de Grijpleerts. He's a three-year-old star stallion, sired by Nane. And his mother is star preferent in prestatie by Olof. His kinship is 17.9%. And his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Verwantschappercentage voor deze hengst 17.9%. Stokmaat 1 meter 66. De volgende hengst is catalogus nummer 51, Frederik K., een driejarige sterhengst van Wietse. Moeder is een stermerrie van Jisse. Fokker-eigenaar is familie Kruis uit Heeg. Verwantschappercentage 17,7% en de schofthoogte is 1 meter en 64 centimeter. Next stallion, catalogus nummer 51, Frederik K. He's a three-year-old star stallion bij Wietse. His mother is a star mare by Jisse. Kinship 17.7%. And he was measured today at 1 meter and 64 centimeters.
Volgende hengst, Catalis nummer 52, Eminence van de All Blacks. Een driejarige sterhengst van Alvin, moeder en stermerrie van Jasper. Fokker is Else Kirk Vilseu uit Lemvig, uit Denemarken. Eigenaar Stal Chardon uit Jorwert. Verwantschappercentage is 18,1%. En de stokmaat is 1 meter en 62 centimeter. Next stallion, catalog nummer 52, Eminence van de All Blacks. A 3-year-old star stallion bij Alvin. Mother is star, sired bij Jasper. Kinship 18,1%. Height at withers is 1 meter and 62 centimeters. We slaan er even eentje over en we gaan door met catalogus nummer 54. De hengst Femme van Catrebras. Een driejarige sterhengst van Aisje. Moeder en stermerrie van Mainsje. Fokker is Erdegraaf uit Noord-Bergen. Eigenaar Stal Chardon in Jorwert. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,8%. Stokmaat is 1 meter en 62. Next stallion is catalogus nummer 54, Femme van Catrebras. A 3-year-old star stallion by Aisha. His mother is a star stallion by Mainsje. Kinship 17,8%.
Height at Withers 1 meter and 62 centimeters. En dan gaan we nu verder met Catalus nummer 53, de hengst Djurre. Een driejarige zoon van Johannes, moeder een stermerrie van Hansje. Fokker is mevrouw Russen Klaasens uit Wijnwoude. En de eigenaresse is mevrouw Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,8% en zijn stokmaat is 1,64 meter. Catalog nummer 53, Djurre. Een 3-year-old son bij Johannes. His mother is a stammer by Heinze. Kinship is 17.8%. And he was measured today at 1 meter and 64 centimeters. Thank you.
Catalis nummer 53 gaat niet door naar de kooi. Catalog nummer 53 is not selected for a presentation and free moving. So we won't see him back later on. En dan gaan we verder met Catalis nummer 55. En dat is vandaag de eerste 2,5-jarige. Een zoon van Aan, moeder een Stermerrie van Feitse. Fokker is G. Talma uit Kalmerswaag. Eigenaren zijn M. de Graaf uit Twijzelerheide en de heer Elzinga uit Twijzelerheide. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,6%. Stokmaat is 1,63 meter. Catalog nummer 55, Gaius GT. He's a 2.5-year-old son by Aan. Mother is a stammer by Feitse. His kinship is 17.6%. And his height at withers is 1 meter and 63 centimeters. Volgende hengst, Catalis nummer 56, Gerion van As. Ook een 2,5-jarige, vader is Dries, moeder is een kroon, triple A Mary van Andries. Fokker-eigenaresse is mevrouw Diers Schäfer uit Kerkrade. Verwantschappercentage 18%. En de stokmaat van deze hengst is 1,62 meter. Next stallion, Cadillac number 56, Gerion van As. He's a 2.5-year-old stallion by Dries. Mother is Crown AAA by Andries. Kinship 18%. Height at withers 1 meter and 62 centimeters.
Getals nummer 57, Geert Uterwestereen. 2,5-jarige hengst, vader is Torben, moeder is Termerrie van Ulke. Eigenaar is de maatschap Kaminga uit de Westereen. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,1% en de stokmaat is 1,64 meter. Next stallion, catalog nummer 57, Geert Uterwestereen. 2,5 years old, sired by Torben. Mother is a stammer by Ulke. Kinship 17.1%. Height at withers 1 meter and 64 centimeters. Oh nee, ja, oké, nee, goed. Maakt niet uit. Alleen de natuur. Het lukte gisteren redelijk om op volgorde te keuren. Vandaag gaat het een klein beetje anders. We gaan verder met catalogus nummer 59. De hengst Gabber Snierskepper. What's in a name? Vader is een Tjalle. Moeder is een Stermerrie van Feutze. Fokker-eigenaar is Pascal Drijfhout uit Jistrum. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,7%. Stokmaat is 1 meter en 64 centimeter. Next stallion is entry number 59. Gabber Snierskepper. He's a 2,5 year old by Tjalle. Mother is a stammer by Feutze.
Kinship is 18.7% and height at withers is 1 meter and 64 centimeters. En dan gaan we nu naar Catalus nummer 58, Gauke van Wettersicht. 2,5-jarige zoon van Meeuwis, moeder een stermerrie van Schalle. Fokker-eigenaar Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Vollega. Verwantschappercentage is 18,1% en de stokmaat is 1,64 meter. Next stallion, Catalus nummer 58, Gauke van Wettersicht. Two-and-a-half-year-old son by Mavis, mother Starmer by Challa. Kinship 18.1%. And he was measured this morning at 1 meter and 64 centimeters.
Volgende hengst, Catalis nummer 61, Isaac van der Boppenslag. 2,5-jarige zoon van Tjalle. Moeder is Kroon, dubbel A van Torben. Fokkereigenaar is GM Rozema uit Bakkeveen. Verwantschappercentage 18,2%, stokmaat 1,61 meter. Next stallion, entry number 61, Isaac van der Boppenslag. A 2.5-year-old son by Tjalle. Mother is Crown, double A by Torben. Kinship 18.2%. And his stature is 1 meter and 61 centimeters. Volgende hengst, Catalis nummer 60, Ilko Dambene. 2,5-jarige zoon van Tjalle, moeder is Termerrie van Jasper. Fokker-eigenaar is Élevage Lévrison Dambene in Ménétrol, dat is Frankrijk. Verwantschappercentage 18,5%.
Stokmaat is 1,63 meter. Next stallion, catalog number 60, Ilko Dambene. He's a 2.5-year-old son by Tjalle. Mother is a stammer by Jasper. Kinship is 18.5%. And heighted withers, 1 meter and 63 centimeters. Catalog nummer 60 is niet doorverwezen naar de kooi. Catalog nummer 60 is not being selected for the free moving presentation. En de volgende hengst is catalog nummer 62, Hein van der Marwijk. Een 2,5-jarige zoon van Tjalle, moeder een stermerrie van Beert. Fokker is K.E. Bauma uit Drachter Compagnie. Eigenaar is M.J. Heuker uit 1. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,6%. En de stokmaat is 1,66 meter. Next stallion, catalog nummer 62, Hein van der Marwijk. A 2.5-year-old son by Tjalle, mother is star by Beat.
His kinship is 18.6%, and his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Volgende hengstcatalogus nummer 63, Grades W. 2,5-jarige zoon ook van Tjalle, moeder is Termerrie van Deutschen. Fokker-eigenaar is H. Wagenaar uit Waskemeer. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,8%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,60 meter. Next stallion, catalog nummer 63, Grades W. A 2.5-year-old son by Tjalle. His mother is Star by Deutschen. Kinship 17.8%. Height at withers 1 meter 60.
En we gaan verder met Catalis nummer 64. Hessel van Lietse Bosk. Een 2,5-jarige zoon van Tjalle ook, uit een stermerrie van Stendert. Fokker en eigenaren zijn mevrouw Van Maren en de heer Meekma uit Ter Itzart. Volwassenpercentage is 18,5%. En Hessel is gemeten op 1,60 meter. Next stallion, cadillac nummer 64, Hessel van Lietse Bosk. A 2.5-year-old son, also by Tjalle. Mother is a stammer by Stendert. Kinship is 18.5%. And his height at withers is 1.60 meter. Dan Catalis nummer 65, Harm van de Koldenhol. Is een 2,5-jarige zoon van Miguel. Moeder een stamboekmerrie van Wiemer. Fokker-eigenaar is B.J. Dijkstra uit Raad. Verwantschappercentage is 18% en de stokmaat is gemeten op 1,63 meter. Next stallion, Catalis nummer 65, Harm van de Koldenhol. He's a 2.5-year-old son by Miguel. His mother is Stadboek by Wiemer. His kinship is 18%. And he was measured this morning at 1 meter and 63 centimeters.
De catalogusnummers 66, 67 en 68 zijn alle drie afgemeld. En dat betekent dat we verder gaan met catalogusnummer 69. Catalogusnummer 69 is de hengst Into van de Kressers. 2,5-jarige zoon van Arnold. Moeder een ster dubbel A, Mary van Timon. Verwantschappercentage is 17,3%. En zijn stokmaat is 1,68 meter. Fokker is mevrouw Esther Graaf Bredhouwer uit Westendorp. En de eigenaren zijn P&M Tank uit Vragender. So catalog number 66, 67 and 68 are absent today. So we continue with catalog number 69. Into van de Kressers. A 2.5-year-old son by Arnold. His mother is Star Double A by Timon. Kinship is 17.3%. And his stature is 1 meter and 68 centimeters. We gaan verder met catalogus nummer 70. Gisbert van Markzaten. Een 2,5-jarige zoon van Arnold. Moeder een stermerrie van Anders. Fokker is maatschap Hofstee uit Gorredijk. En de eigenaar brengt hem ook voor. Dat is Marijn Zwart uit Ureterp. Verwantschappercentage is 16,2%. Daarmee is hij op 2 na de laagste in de eerste bezichtiging. En zijn stokmaat is 1 meter en 66 centimeter. Next stallion is catalog number 70, Gisbert van Markzaten.
A 2.5-year-old son by Arnold, mother is Star by Anders. His kinship is 16.2%. There's only two stallions lower in the entire first inspection. And his height at Withers is 1 meter and 66 centimeters. Taalsnummers 71 en 72 zijn aanwezig. Dat betekent dat we verder gaan met katalis nummer 73. En dat is de heer, dat is de hengst Gerrit R.V. Is een 2,5-jarige zoon van IJssen, moeder een stermerrie van Harmen. Fokker is mevrouw B.T. van der Meulen Veenje uit Gerijp. Eigenaar is KCF Farms in St. Thomas, Ontario, Canada. Verwantschappercentage is 18% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Catalog number 71 and 72 are absent today. So we continue with catalog number 73, Gerrit R.V. He is a 2.5-year-old son by IJssen. His mother is a star mare by Harmen. Kinship is 18% and his height at Withers is 1 meter and 66 centimeters.
En met Catalis nummer 73 zijn we aan het eind van de eerste ronde op de straat gekomen en gaan we zo dadelijk verder met de presentaties in de kooi. So Catalis number 73 was the last stallion this morning on hard pavement. And we will continue shortly with the presentation in free moving.
op jou. De eerste hengst is alweer in de kooi verschenen. Dat is Catalis nummer 48, Diablo. Een driejarige zoon van Tjalle. Moeder een stamboekmerrie van Wopke. Fokkerijgenaar is mevrouw R. Noten uit Liemde. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,9%. En zijn stokmaat is gemeten op 1,64 meter. First Stallion and Free Moving, catalog number 48, Diablo. A three-year-old son by Tjalle, mother is a stadboekmare by Wopke. Kinship is 17.9% and his height at withers is 1 meter and 64 centimeters. Deze catalogus nummer 48, een driejarige zoon van Tjalle, moeder een stamboekmerrie van Wopke. Grootmoeder een stermerrie van Sjaard met twee sternakomelingen. En vervolgens een sterpreferente merrie van Meindert uit stam nummer 49. Catalogus nummer 48, is de three-year-old son bij Tjalle. His mother is stadboekmare bij Wopke. Grandmother is starmare bij Sjaard with 2-star offspring. And the great-grandmother is star and preferent bij Meindert. And also the fourth mare in the line is star and preferent. And they're from mare line number 49.
Volgende hengst, catalis nummer 50, Detmer van de Grijpleerts. Is een driejarige sterhengst van Nane. Moeder ster preferent prestatie van Olaf. Fokker A. Bauma uit Nes. Eigenaar familie Aage Okkema uit Siegerswoude. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,9%. Dus de stokmaat is 1,66 meter. Second stallion in the first group is catalog number 50, Detmer van de Grijpleerts. He's a three-year-old star stallion by Nane. His mother is star preferent and prestatie by Olaf. His kinship is 17,9% and his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Deze catalogus nummer 50, Detmer van de Grijpleerts, is een driejarige sterhengst van Nane. Nane die zal dit jaar ook het nakomelingonderzoek afronden. Besluit daarover wordt genomen door de inspectie op 18 december aanstaande. Detmer die wordt ook al in de sport uitgebracht, heeft het doorgedrongen tot de halve finale van de Friesian Talent Cup. Moeder is ster preferent en prestatie. En heeft vijf ster nakomelingen, waaronder ook al een modelmerrie en een sportmerrie. Grootmoeder is een stermerrie van Dirk. En daarvoor een stermerrie van Oepke. Uit stam nummer 30. Nummer 50, Detmer van de Grijpleerts, is een 3-year-old star stallion bij Nane. Nana will finalize his progeny test this year. And the decision will be made on December 18 by KFPS inspection. His mother is star preferent and prestati with five star offspring. And one is model. And one has the sport predicate. Grandmother is a star mare by Dirk. And the great grandmother is a star mare by Oepke. And Detmer is also qualified for the semi-finals of the Friesian Talent Cup, and that's the competition for three-year-old Friesian horses that will be that's held in the month September till January. Normally the finals are during the stallion show, and well, this year it's a little bit it depends on the restrictions regarding COVID-19. We gaan door met catalogus nummer 51, de hengst Frederik K. Een sterhengst van de hengst Wietse. Moeder is een stermerrie van Jisse. Fokker-eigenaar is de familie Kruis uit Heeg. Verwantschappercentage 17,7%. En de stokmaat is 1,64 meter. Catalog nummer 51, Frederik K. Hij is een 3-year-old star stallion bij Wietse. His mother is a star stallion by Jisse. His kinship is 70,7% and his height at withers is 1 meter and 64 centimeters.
De hengst Frederik K. werd in januari tijdens de hengstkeuring aangewezen voor de voorrijdagen. Daar heeft hij ook aan meegedaan. Hij werd uiteindelijk niet aangewezen voor het centraal onderzoek. En doet vandaag opnieuw een poging om zich te kwalificeren. Hij is eigenlijk een product van lijnentilt. Zowel vader Wietse als moeder Amarenske komen uit dezelfde merrielijn. En de bekende modelprevalente Mary Rix die vinden we zowel als overgrootmoeder terug aan vaderskant als ook aan moederskant. Desondanks netjes binnen de 5% intiltnorm met 4,3% intilt. Zijn moeder is dus een stermerrie van Jisse met inmiddels al 3 sternakomelingen. Grootmoeder is een stermerrie van Tjerk met 2 sternakomelingen. Dan krijgen we dus rijdserdochter Rix, model en preverent. Afkomstig uit stam 15. Catalog number 51, Frederik K. In January he was selected already for the presentations under saddle that were held during the summer. But he didn't qualify for the 70-day test. You could say that he's a product from line breeding. Both his sire Wietse and his mother Amarenske are from the same mare line. And a well-known model preverent mare Rix, sired by Reitze. Sees the great-grandmother of both his father Wietse as his mother. So even though his inbreeding percentage is below 5% with 4.3%. So his mother is a star mare by Jisse with 3-star offspring. Two have completed a double A performance predicate. Grandmother is a star mare by Tjerk. And great-grandmother is a model preverent mare by Reitze. And they are from line 15. En we gaan door met catalogus nummer 52, Eminence van de All Blacks. Een 3-jarige sterhengst van Alwin. Moeder is een stermerrie van Jasper. Fokster is Else Kirk Vilseu uit Lemvig, dat is Denemarken. Eigenaar is Stal Chardon in Jorwet. Verwantschappercentage 18,1%. En de stokmaat is 1 meter en 62 centimeter. Next stallion, catalog number 52, Eminence van de All Blacks. A 3-year-old star stallion by Alwin. Mother is star by Jasper. Kinship is 18.1%. And he was measured today at 1 meter and 62 centimeters. Catalogus nummer 52, is een 3-jarige zoon van Alwin. Moeder is een stermerrie van Jasper met 2 ster nakomelingen. Grootmoeder is een stermerrie van de hengst Ruud, die we maar heel weinig tegenkomen in de stambomen van paarden. Heeft ook heel kort gedekt, deze hengst. Heeft 2 ster nakomelingen, deze Ruud dochter. Grootmoeder, overgrootmoeder is Itske van de Efterwei, een sterprevenente merrie die we
ook kennen als de grootmoeder van de hengsten Omer en Wolter. Is een dochter van Naan uit stam nummer 47. Catalog nummer 52, eminence van de All Blacks. Bred and born in Denmark. He's a three-year-old star stallion by Alvin. His mother is star by Jasper with two star offspring. Grandmother is a star mare by the stallion Ruud. Stallion we don't see very often in pedigrees. He only served the breed for 1 year. And this Ruud mare has two star offspring. The great-grandmother is mare Itzke van Efterwey. She is star and preference, and she's also the grandmother of Omer and Wolter. And she's sired by Naan, and they come from mare line number 47. We gaan verder met catalogus nummer 54, Femme van Quatre Bras. Een driejarige sterhengst van Aisje. Moeder is een stermerrie van de hengst Mijnse. Fokker R. de Graaf uit Noord-Bergen, eigenaar Stal Chardon uit Jorwert. Verwantschappercentage 17,8%. Stokmaat is 1 meter en 62 centimeter. Next stallion, catalog nummer 54, Femme van Quatre Bras. He's a three-year-old star stallion by Aisje. His mother is a star stallion by Mijnse. Kinship 17.8%. And his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Catalogus nummer 54, Femme van Quatre Bras, een driejarige sterhengst van Aisje. Aisje die dit jaar zijn eerste driejarigen heeft gepresenteerd voor de jury. En dat is succesvol verlopen met een behoorlijk hoog sterpercentage. Hij zal het nakomelingonderzoek waarschijnlijk in 2021 gaan afronden. Moeder van catalogus nummer 54 is een stermerrie van Mijnse. Grootmoeder is een stermerrie van Sapen met twee sternakomelingen. En de overgrootmoeder is bekende merrieberber van de Jonge Diek, ster en preverent. Onder andere ook de moeder van Baron van Odinga Zaten. Een hengst die nog een tijdje als veulenboekdekhengst heeft gediend in Tsjechië. Berber is een dochter van de hengst Jelmer, stam 50. Catalog number 54, a three-year-old star stallion by Aisje. Aisje presented this year his first group of three-year-olds. He was successful with a rather high star percentage.
He will finalize his progeny test most likely in 2021. Catalog number 54 is out of a Mainse Starmare. Grandmother is also Star by Sapen with two-star offspring. And the third mare in the line is Berbe van de Schongedijk, Star and Prevalent, sired by Jelmer, and she was also the mother of Baron van Odingasate. He served as a Volbook stallion with a breeding permit in Czech Republic for a while. And he's from mare line number 50. Volgende hengst, catalogus nummer 55, Gaius GT. Een 2,5-jarige zoon van Aan. Moeder een stermerrie van de hengst Feitse. Fokker is G. Talma uit Kalmerswaag. De eigenaren zijn M. de Graaf en J. Elzinga uit Twijzelerheide. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,6% en zijn stokmaat is 1 meter en 63 centimeter. Next stallion, catalog number 55, Gaius GT. He's a 2.5-year-old son by Anne. Mother is Star by Feitse. Kinship 17.6%. And his height at withers is 1 meter and 63 centimeters. Deze Gaius is een zoon dus van Aan, moeder een stermerrie van Feitse met inmiddels 2 sternakomelingen. Grootmoeder is ook Ster van Heerke met 2 sternakomelingen. En ook de grootmoeder is Ster en zij is een dochter van de hengst Oege. Uit Merriestam nummer 19. Catalog number 55, sired by Anne. His mother is a star mare by Feitse. She has 2-star offspring. The grandmother, his grandmother is also star by Heerke, and she also has 2-star offspring. And also the third dam is star, and she's sired by Oege. And the stallion is from mare line number 19.
Catalis nummer 55 is de laatste hengst van groep 1. En dat betekent dat we de eerste groep gaan rondstappen. Entry number 55 was the last stallion in the first group. So we will walk the first group of stallions.
6 hengsten in deze eerste groep. We geven het woord aan juryvoorzitter Piet Bergsma. Goedemorgen. Onze tweede dag. Eerste bezichtiging. Gisteren had ik iedereen vergeten te bedanken. Ik wil iedereen, de trainingstallen die er gisteren waren, nog heel hartelijk bedanken voor de vlotte medewerking, de vlotte keuring en ook iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Ook de mensen die de paarden voorgesteld hebben onder het zadel en voor het rijtuig. Het was prima voor elkaar. Vandaag gaan we weer verder. We beginnen met nummer 48. Een paard met veel ras en edelhoofd. Een iets horizontale hals. De schouder is voldoende van lengte en ook van ligging. Het middenstuk is gezonken. Het kruis is voldoende van lengte, ook iets hellend. De stap was ruim en krachtig. De draf was voldoende met het achterbeen onder het lichaam, maar was neerwaarts. En ook in galop bleef het paard neerwaarts en zou hij ruimer moeten springen. Nummer 50, naar de volgende ronde. Nummer 51, een hengst die iets naar voren is gebouwd, heeft een goede schouderligging, iets onder hals. De rug is voldoende sterk en de lendenen zijn ietsje strak. Het kruis is recht, voldoende van lengte. Het paard is ietsje recht in zijn achterbeen. En het paard was ook iets week gekoot. De stand van het voorbeen zou correcter moeten zijn. De stap was voldoende ruim en krachtig. Ook in draf liet het paard een goede, ruime, krachtige draf zien. In galop zou hij iets meer op moeten springen en iets ruimer moeten zijn. Maar vanwege een incorrect voorbeen gaat hij niet naar de volgende ronde. Nummer 52 heeft een voldoende sprekend hoofd, iets naar voren gebouwd. De schouder is goed van ligging, in het middenstuk is hij wat week. Kruis is voldoende van lengte. De stap zou meer takt en meer regelmaat moeten hebben. In draf is hij voldoende opwaarts en heeft hij ook een goed achterbeengebruik. In galop zou hij ruimer moeten springen en meer opwaarts moeten zijn. Nummer 54. Mag een ronde verder. Hetzelfde geldt voor nummer 55. Dat betekent dat er 3 hengsten door zijn verwezen naar de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 50. 54 and 55. 3 stallions accepted for the second round of inspection that will be held in January. Catalog number 50, 54 and 55. I will summarize the reasons of the judges for the other 3 stallions that they have not been selected. Catalog number 48, a stallion with a lot of racial type, a nice head, a little horizontal in his neck, a good shoulder. Would like to change his top line a little bit. He's a little bit weak. He has sufficient length of the croup, but the croup is has a little bit too much slope. The walk has enough length and is also sufficient in power. In trot, he is both trot and canter are too much downhill. Catalog number 51 is built a little bit to the downhill. He is he has a good back, but he's a little in his strict in his loins. He's a little bit horizontal in his croup. He
He's a little weak also in his patterns, and especially the shape of his front legs could be more correct, and that's the main reason that he is not selected for the second round, because both in walk and trot he was more than sufficient with an off engagement of his rear quarters. And Cadillac number 52 with sufficient racial expression, also sufficient expression in his head. He's built a little bit downhill, good shoulder, a little weak in his top line. He has enough length in his croup, especially in his walk. You would like to see more tact and rhythm. That's also the main reason that he's not selected. In trot, he is moving enough uphill, enough engagement in his rear quarters. In canter, he would like to see him a little more moving uphill. En we gaan verder met catalogus nummer 56. Gerion van As. Een 2,5-jarige zoon van Dries. Moeder is een kroon triple A nakomeling van Andries. Fokker is mevrouw Diers Schever uit Kerkrade. Verwantschappercentage is 18% en de stokmaat is 1,62 meter. First stallion of the second group is Gerion van As. He's a 2.5-year-old son by Dries. His mother is crowned triple A by Andries. Kinship is 18% and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Getalis nummer 56, Gerion van As, een 2,5-jarige zoon van Dries. Moeder is kroon en triple A van Andries. Met een prima IBOP score. De grootmoeder is een zeer goede fokmerrie, Tinneke van het Riet. Een dochter van Branders is preferent en ze is prestatie. Zij heeft 7 ster nakomelingen, 3 nakomelingen met het sportpredicaat en 1 nakomeling zelfs met het sportelite predicaat. En dat is de hengst Wiebren van As, die op dit moment ook in Zuid-Afrika staat. Overgrootmoeder is een stermerrie van Schimme uit stam 50. Catalog nummer 56, a 2,5-year-old son by Dries. Mother is crown and triple A by Andries. His grandmother is a very good broodmare. She's preferent and prestatie. She has 7 star offspring, 3 offspring with a sport predicate and 1 offspring with the sport elite predicate. And that's the stallion Wiebren van As. And he resides in South Africa. Great grandmother is a star mare by Chimme. Out of Maryland, number 50. Volgende hengst, catalogus nummer 57, Geert uit de Westerijn.
2,5-jarige zoon van Torben. Moeder is een ster, Mary van Ulke. Fokker-eigenaar is de maatschap Kaminga uit de Westerheen. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,1% en de stokmaat is 1,64 meter. Next stallion, catalog nummer 57, Geert uit de Westerheen. He's a 2.5-year-old son by Torben. His dam is Star by Ulke. Kinship 17.1%. And he was measured this morning at 1 meter and 64 centimeters. Taals nummer 57, Geert uit de Westerheen. Een zoon van Torben uit een Mary Lion met veel preferent bloed. De moeder is een dochter van Ulke. Ze is ster, maar heeft inmiddels al 3 ster nakomelingen. Dus ook hard op weg om preferent te worden. De grootmoeder is een dochter van Rijtse, ster preferent met maar liefst 9 ster nakomelingen. En ze wordt gevolgd door een ster preferente Mary van Peken. En ook de 4e Mary in de familie is preferent. En ze is ook model, is de bekende Mary Neenke. En dan weten de kenners dat we het hebben over stam 110. Een stam die tot nu toe nog niet heel erg succesvol was in het leveren van goedgekeurde hengsten. Maar goed, daar is sinds kort verandering in gekomen met de hengst Detmer 519. Afkomstig uit de centrale keuringkampioen van 2015, Weeltje, ook uit stam 110. Catalog nummer 57 is a 2.5-year-old son by Torben. And he's from a mare line with a lot of preferent blood. His mother is Star by Ulke. But she already has 3 star offspring, so she's rather close to become preferent. Grandmother is Star and preferent by Reitze with 9 star offspring. Also the 3rd dam in the line is Star and Preferent by Peke. And also the 4th mare in the line is Model and Preferent. She's the Tetman daughter Neenke. She's one of the foundation mares of mare line 110. This line wasn't very successful for having approved stallions. But since a couple of weeks ago we have Detmer 519. And he was approved. He's from Weeltje A. He was the mare show champion in 2015, also from mare line 110. En we gaan door met catalogus nummer 8, Gauke van Wetterzicht. 2,5-jarige zoon van Meeuwis. Moeder is een stermerrie van Tjalle. Fokkers en eigenaar zijn Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Vollega. Verwantschappercentage van deze hengst is 18,1%. Stokmaat is 1,64 meter. Next stallion, catalogus nummer 58, Gauke van Wetterzicht. A 2.5-year-old son bij Meeuwis. Mother is Star by Tjalle. His kinship is 18.1% and his height at withers is 1 meter and 64 centimeters.
dat deze catalyst nummer 58 komt uit een lijn die juist wel heel succesvol is in het leveren van stamboekhengsten uit stam 70. We kennen natuurlijk de prevalente Feitse en Tjalle en Torben. En wat recenter ook de hengst Tiemen. Tiemen was was dit jaar de hengst met de meeste veulens met een eerste premie. Vader is Meeuwis, moeder is een jonge stermerrie van Tjalle. Gauke is haar oudste nakomeling. Grootmoeder is een sterprevalente merrie van Sapen met 5 ster of nakomelingen. De overgrootmoeder is model en prevalent van Jurjen. En ook de vierde merrie in de lijn is ster en prevalent uit merrie stam nummer 70. Catalog number 58 is from a line that has produced quite a few approved stallions. From line 70, we all know the prevalent Feitse, the prevalent Tjalle, but also Torben, and most recently Tiemen. Tiemen was the stallion with the most first premies with the foals this year. His mother is a young stammer by Tjalle. Gauke is her first son. Grandmother is a stammer by Sapa, who is also prevalent with 5-star offspring. Great-grandmother is by Jurjen, model and prevalent. And also the fourth mare in the line is star and prevalent. They're all from line 70. Volgende hengst, catalogus nummer 59. Ongetwijfeld de hengst met de mooiste naam van de eerste bezichtiging. Gabber Snierskepper. Het is een 2,5-jarige zoon van Tjalle. Moeder is een stermerrie van Feitse. Fokker is en eigenaar is mevrouw Pascal Drijfhout uit Jistrum. Verwantschappercentage is 18,7%. En zijn stokmaat is 1,64 meter. Next stallion, catalog number 59, Gabber Snierskepper. He's a 2.5-year-old son by Tjalle. His dam is a star mare by Feitse. His kinship is 18.7% and his stature is 1.64 meters. Ja, deze catalyst nummer 59, een zoon van Tjalle, moeder stermerrie van Feitse. Grootmoeder is ster en prevalent van Oepke met 5 sternakomelingen en 1 kroonnakomeling. En ook de overgrootmoeder is ster en prevalent van Tjalling. En deze hengst is afkomstig uit merriestam nummer 8. Catalog nummer 59, son bij Tjalle. Mother is star from Feitse. Grandmother is star and prevalent from Oepke. She has 5-star offspring and 1 crown. And a great-grandmother is also star and prevalent by Tjalling.
And also the fourth mare in the line is Star and Prevalent, and they are from mare line number 8. En we gaan verder met catalogus nummer 61. Isaac van de Boppenslag. Een 2,5-jarige zoon van Tjalle. Moeder is een kroon, dubbel A, Mary van Torben. Fokker-eigenaar is GM Rosema uit Bakkeveen. Verwantschappercentage 18,2%, stokmaat 1,61 meter. Next stallion, catalogus nummer 61, Isaac van de Boppenslag. A 2,5-year-old son bij Tjalle. Mother is Crown en double A bij Torben. Kinship is 18,2% en his heighted withers is 1,61 meter. Talis nummer 61, Isaac van de Boppenslag, zoon van Tjalle. Moeder Kroon, dubbel A van Torben. Grootmoeder een stermerrie van de hengst Huitse. En de overgrootmoeder een stermerrie van de hengst Tjerk. De vierde merrie is Ster en Preverent uit stam 118. Catalog nummer 61, sired bij Tjalle. His mother is a daughter by of Torben with crown, predicate and a double A. Grandmother is a star mare by Heitze. And also the great grandmother is Star by Tjerk. And the next dam, the fourth dam in the mare line is Star and Prevalent. And they're from mare line 118.
En alweer de laatste hengst in de tweede groep. Catalis nummer 62, Hein van de Marrewiek. Ook een 2,5-jarige zoon van Tjalle, moeder een stermerrie van Beert. Fokker is K.E. Bauma uit Drachter Compagnie. Eigenaar is M.J. Heuker uit 1. Verwantschappercentage 18,6%, stokmaat 1,66 meter. Last stallion in this second group is Cadillac number 62, Hein van de Marrewiek. Also a 2.5-year-old son by Tjalle. His mother is a star mare by Beard. Kinship 18.6%. And his height at Withers is 1 meter and 66 centimeters. Dat is Catalis nummer 62, een zoon van Tjalle, moeder een stermerrie van Beert, grootmoeder. Een stermerrie van Sapen met 3 sternakomelingen. Overgrootmoeder een modelmerrie van Heerke. En ook de vierde merrie wil ik even noemen. Dat is de sterpreverente merrie Urena van Lammert. En die noem ik even omdat het ook de moeder is van de bekende tuigpaardmerrie Lisbeth W. van Sietse Wind. Ja, het zit wat ver in de stamboom. Misschien voor de fokkerij niet helemaal relevant. Maar sommige paarden en sommige mensen die is het toch goed om in herinnering te houden. Cadillac nummer 62, son by Tjalle. His mother is a star mare by Beard. Grandmother also star by Sapen with 3-star offspring. Third dam in the line is a model mare by Heerke. And the fourth mare is also star and preference, and she's by Lammert from mare line number 25. Ja, juryvoorzitter Piet Bergsma bedankt zo net al even de trainingstallen voor hun prima medewerking. Ook in deze gewijzigde omstandigheden. We willen natuurlijk ook de mensen in de kooi noemen. Een groep mensen die al jaren ook dit werk voor het Fries Paardenstamboek doet. Onder leiding van Ito Werkman zijn dat Geertje van der Veen, Suzanne Wind, Rob de Bruin, Erwin Mollema en Jelle van der Weijden. Ook zijn hun zeer erkentelijk voor hun inzet deze week. En dan gaan we de tweede groep rondstappen. Weer een groep van 6 hengsten met Catalis nummer 56 aan het hoofd. So we just started walking the second group this morning. 6 stallions. We are of course anxious to hear what the comments are of the judges.
I guess you at home already made your choices which stallion should go to the second round of inspection in January. Which stallion should go star today? U ziet dat juryvoorzitter Piet Bersma ook de paarden dan nog even beoordeelt op de correctheid van het voorbeen. Dan zou je zeggen van dat heeft hij toch op de straat al gedaan. De ervaring leert dat, dat paarden op de straat soms toch wel een ander bewegingsbeeld laten zien dan in de kooi. Vandaar ook toch nog even een extra controle. Nou, de jury is eruit, dames en heren. We geven zo het woord aan Piet Bersma. De tweede groep. We beginnen met nummer 56. Die gaat de ronde mee. Nummer 57. Zou iets eerder in zijn hoofd kunnen zijn. Ook de hals mist wat lengte. Heeft iets onderhals. De schouder is voldoende van lengte. Ietsje stijl. Ook in de rug zou iets sterker kunnen. Hij heeft een lang hellend kruis. Zijn paard is ook iets licht, sabelbenig. De stap miste de ruimte en de kracht. In draf was hij wat kort en miste tact en balans. De galop was ook kort en neerwaarts, gaat niet mee. Nummer 58, tweede bezichtiging. Nummer 59 heeft er zin in, mag ook een ronde verder.
Nummer 61. Gaan we ook nog een ronde verder zien. En tenslotte nummer 62. Mag ook een ronde verder. Maar liefst 5 hengsten aangewezen uit deze tweede groep. De catalogus nummers 56, 58, 59, 61 en 62. 5 hengsten aangewezen voor de tweede bezichting. 56, 58, 59, 61 en 62. So from this second group, 5 stallions have been accepted for participation in the second round of inspection. The catalog numbers 56, 58, 59, 61, 62. 56, 58, 59, 61, 62. So then I will give you the judges' reasons for catalog number 57 for not being accepted. He should have had more expression in his head. Also, his neck could have more length. His shoulder should have some more slope. He would like to change his top line a little bit. Some weakness in his top line. His croup is long, but has a little bit too much slope to it. He is rather short in all his gaits. In walk, trot, and canter. And in trot, you would like to see some more balance. And in canter, he is moving too much downhill. We gaan verder met groep 3. En dan beginnen we met catalogus nummer 63. De hengst Gratis W, een 2,5-jarige zoon van Tjalle, moeder Ster Mary van Deutschen. Fokker-eigenaar is H. Wagenaar uit Waskemeer. Verwantschap is 17,8% en de stokmaat is 1,60 meter. Catalog nummer 63. He's a 2.5-year-old son by Tjalle. His mother is Star by Deutschen. Kinship 17.8%. And his height at withers is 1 meter and 60 centimeters. Talens nummer 63, dus de zoon van Tjalle, moeder en Ster Mary van Deutschen. Grootmoeder is Ster en Preverent van Djuren. Ze heeft 4 ster nakomelingen en ook een nakomelingen met het sportpredicaat. Overgrootmoeder is Ster en Preverent van de hengst Kobus. En ze zijn afkomstig uit Merriestam 103. Entry nummer 63. Sired by Tjalle. His mother is a star mare by Deutschen. Grandmother is Star and Preverence. She has 4 star offspring and 1 offspring with a sport predicate. Great grandmother is Star and Preverence by Kobus.
and they are from Mareline 103. En de tweede hengst van groep 3, Catalis nummer 64, Hessel van de Lietse Bosch. 2,5-jarige zoon van Tjalle, moeder een stermerrie van Standard. Fokkers en eigenaren zijn mevrouw van Maren en de heer Meekma uit Ter Itzart. Verwantschappercentage 18,5%, stokmaat 1,60 meter. We continue with Cadillac number 64, Hessel van der Lietse Bosch. He's a 2.5-year-old son by Tjalle. His mother is Star by Standard. Kinship is 18.5%. And his stature is 1.60 meters. Dat is Catalis nummer 64, een zoon van Tjalle, moeder een stermerrie van Standard. Grootmoeder is een stermerrie van de hengst Siebald, de zoon van Sjirk. En deze Siebald-merrie is ster en heeft ook al 2 sternakomelingen en ook een kroonnakomeling van Gjald. Overgrootmoeder is ster en preverent van Feitse. En de vierde merrie is ster, preverent en prestatie. En dat is een bekende merrie, Jolanda, een dochter van Heerke, die met name op het fokbedrijf Wolwaren verdienstelijk werk heeft verricht als fokmerrie. Cadillac nummer 64, Young Stallion bij Tjalle, his mother is Star bij Standard, grandmother is Star bij Siebald. She has 2 star offspring and 1 crown offspring. Great-grandmother is Star and Preverant by Feitse. And also the 4th mare in the line is Star and Preverant. And also Prestatie by Heerke. And they are from mare line number 49.
Volgende hengst in de baan, catalis nummer 65. Harm van de Coldenhol. 2,5-jarige zoon van Miguel. Moeder is een stamboekmerrie van Wiemer. Fokker-eigenaar is B.E. Dijkstra uit Raad. Verwantschappercentage is 18,0%. Stokmaat is 1,63 meter. Next stallion, cadillac nummer 65, Harm van de Coldenhol. A 2.5-year-old stallion from McGill. His mother is studbook by Wiemer. Kinship is 18.0%. And his stature is 1.63 meters. Catalis nummer 65, zoon van Miguel. Moeder is stamboekmerrie van Wiemer. Grootmoeder is stermerrie van Schirk. Overgrootmoeder is Ster en is een dochter van de hengst Lute. En de vierde merrie uit deze lijn is wat predicaatrijker en is Ster, Sport en Preverent. Is een dochter van de hengst Naan. Afkomstig uit merriestam nummer 24. Cadillac nummer 65, son by Miguel, mother is studbook by Wiemer, grandmother is star by Schirk, great-grandmother is also star by Lute. And the fourth mare in this line is Star, Sport and Preverent from mare line 24. Ja, dan maken we een klein sprongetje in het programma. De nummers 66, 67 en 68 zijn afgemeld. En dat betekent dat we doorgaan met catalis nummer 69. En dat is de hengst Into van de Kressers. 2,5-jarige zoon van Arnold. Moeder is Ster en dubbel A van de hengst Timon. Fokker is mevrouw S. de Graaf Bretthouwer uit Westendorp. De eigenaren zijn de gebroeders Stank uit Vragender. Het verwantschappercentage van deze hengst is 17,3%.
en zijn stokmaat is 1 meter 68 centimeter. Next stallion is Cadillac number 69 in tow van de Cressus. A 2.5-year-old son by Arnold. Mother is Star AA by Timon. His kinship is 17.3%. And he was measured this morning at 1 meter and 68 centimeters. Dat is kataals nummer 69, een zoon van Arnold. Uit een stermerrie van Timon met een ABFP-test van 80 punten. Grootmoeder is Ster van Beert en ook de overgrootmoeder is Ster van Teunis. Een afkomstig uit stam 50. Dit is Cadillac nummer 69. He's 2.5-year-old son by Arnold. His mother is Star, AA. She had an ABFP test with 80 points. Grandmother is also Star by Beat. And also the great-grandmother is Star. And she is sired by Teunis. And they are from airline number 50. Volgende hengst, kataal is nummer 70, Giesbert van Markzaten. Ook een 2,5-jarige zoon van Arnold. Moeder is een stermerrie van de hengst Anders. Fokker is de maatschap Hofstee uit Gorredijk. En eigenaar is Marijn Zwart uit Ureterp. Deze hengst heeft een laag verwantschappercentage. 16,2 er zijn maar 2 lager deze week op de eerste bezichtiging. En zijn stokmaat is 1,66 meter. Cadillac nummer 70 is Giesbert van Markzaten. He's a 2.5-year-old son by Arnold. His mother is Star by Anders. His kinship is extremely low with 16.2%. There's only 2 stallions that have a lower kinship this week at the first inspection. And his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Deze catalogus nummer 70 is op zich bijzonder gefokt. Zowel de vader als de moeder zijn gefokt door de familie Hofstee. Wel uit een verschillende merrielijn.
Maar het is mooi om te zien hoe dat dan bij elkaar komt. Moeder is een stermerrie van Anders. En deze merrie heeft twee geregistreerde nakomelingen. Haar oudste zoon is Frederik van Markzater. Dat is een Johanneszoon die dit jaar ook meegedaan heeft in het centraal onderzoek. De grootmoeder is de bekende Bijtske van Markzater. Een fenomenale fokmerrie, dochter van Jacob met 11 minimaal ster nakomelingen. Onder welke ook één modelmerrie, maar ook een sporthengst en ook een sportelitehengst. Dus echt een fokmerrie van formaat. Dan de overgrootmoeder is de bouwendochter Mary Mert, ster preferent. En daar zult u binnenkort ook in Friso een verhaal over lezen. Een bijzonder verhaal hoe deze merrie uiteindelijk gefokt is. Afkomstig uit de Merrieline 25, waar onder andere ook de hengsten Norbert en Jimte uit zijn voorgekomen. Ik bedoel niet Jimte, Ieme bedoel ik uiteraard, Norbert en Ieme. Cadillac nummer 70, is a 2.5-year-old son bij Arnold. His mother is a star mare bij Anders. She has two offspring and her oldest son is Frederik van Markzater. He's a son by Johannes who took part of the 70-day test this year. His grandmother is a well-known mare by Jacob. She is star preferent and prestatie by Jacob. She has 11 star offspring among one model mare, one sport stallion, also a sport elite stallion. And the third dam in the line is star and preferent by Bauer from Merrieline 25. En dan gaan we verder met alweer de laatste hengst van vanochtend. De hengst Gerrit R.V. Een 2,5-jarige zoon van IJssen. Moeder is Ster van Harmen. Fokster is mevrouw B.T. van der Meulen, Veenje uit Grijp. Eigenaar is KCF Farms, St. Thomas, Ontario, Canada. Verwantschappercentage is 18% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Last stallion this morning is Cadillac number 73, Gerrit R.V. He's a 2.5-year-old son by IJssen. His mother is Star by Harmon. Kinship is 18% and his height and width is 1.66 meter. Ja, deze hengste nummer 73 is dus in Canadese handen, KCF Farm. Sommige mensen denken dat het iets te maken heeft met Kentucky Fried Chicken. Maar dat is niet het geval. Het is Kettle Creek Farms. En dat is ook de stal waar de hengst Julius is gefokt, geboren. Deze Gerrit, een zoon van IJssen. Moeder is een stermerrie van Harmen. Grootmoeder is een sterpreferente merrie van Jasper met 3 sternakomelingen en 1 model sportnakomeling. En de overgrootmoeder is ster en dubbelpreferent met 9 sternakomelingen van de hengst Oepke. Ook uit de merriestam 110. Cadillac nummer 73. He's a son by IJssen. His mother is Star by Harmon. And his grandmother is a star and prevalent mare by Jasper. She has 3 star offspring and 1 model sport offspring. Great grandmother is star and prevalent with 9 star offspring. And they are from Merrieline 110.
gaan dus beginnen met rondstappen in met de laatste groep vanochtend. Met Catalis nummer 63 aan het hoofd. So the last group this morning. Who are presented in walk. Ik weet niet of het via de stream te volgen is, maar de kooi die staat 90 graden gedraaid ten opzichte van andere jaren. En dat heeft te maken dat de piste al is opgebouwd voor de hengstenkeuring. Die hier ook in Drachten zal plaatsvinden in januari. En dan kun je het maar beter één keer opbouwen dan dat je dat twee keer moet doen. Vandaar dat de kooi nu wat op een andere positie staat dan anders. Het is nu al een beetje een rare gewaarwording om zo'n eerste bezichtiging zonder publiek te doen. Op het algemeen toch wel dagen die bijzonder gezellig zijn. Maar dat zal nog meer het geval zijn voor de hengstenkeuring. Maar goed, we hebben toch gemeend om te proberen de hengstenkeuring toch door te laten gaan op deze manier. Ook in overleg met de hengstenhouders. Die we daar ook in die discussie betrokken hebben. Nou, de jury is eruit en we krijgen de toelichting op de laatste groep vanochtend. Piet Bergsma. De derde groep voor de pauze. Dit is nummer 63. Ga een rondje mee. Nummer 64. Een hengst met een voldoende edelhoofd. Voldoende halslengte. Schouder ligt er goed in. De rug is wat week. Kruis is voldoende van lengte. In stap misten we wat spronggebruik en zouden we graag zien dat hij iets meer activiteit had. In draf zou het voorbeen iets meer moeten uitleggen. Het achterbeen komt er wel goed onder. In galop is hij wat neerwaarts. Nummer 65. Een paard met een edel hoofd. Voldoende van halslengte die iets diep uit de borst komt. Ook iets onder hals heeft. Het paard heeft een sterke bovenlijn, heeft een iets kort voorbeen en kon ook iets meer kwaliteit in zijn benen hebben. De stap en ook draf mist een takt en regelmaat. Nummer 69, mag een rondje verder. Nummer 70. Een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn.
Het paard is ook iets naar voren gebouwd. De hals is iets horizontaal en komt wat dieper de borst. De bovenlijn is voldoende van sterkte. Het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben en is wat hellend. Heeft een lange schouder. Het paard is ook sabelbenig en onderstandig. De stap was voldoende ruim, maar zou meer spronggebruik kunnen hebben. In draf heeft hij voldoende achterbeen en heeft hij ook een voldoende voorbeen. En de galop was iets neerwaarts. Nummer 73 mag een ronde verder. Drie hengsten aangewezen uit deze laatste groep vanochtend. Dat zijn de catalogusnummers 63, 69 en 73. Ik herhaal, catalogusnummer 63, 69 en 73 zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging. Three stallions selected for the second round of inspection. And these are their numbers 63, 69 and 73. 63, 69 and 73. I will summarize the comments of the judges for the stallions that were not selected. First, catalog number 64 has sufficient expression in his head. He is sufficient. He has sufficient length in his neck. He has a good slope to his shoulder. He would like to change his top line a little bit. He is a little bit weak in his top line. He has a good length in his croup. And in walk, you would like to see more activeness. It has enough length in his stride, but he should be more active. In trot, he is engaging his rear quarters enough, but you would like to see a little bit more length when he's using his front limbs. And his canter is too much downhill. Catalog number 65 has a noble head, has enough length in his neck, and his neck is a little bit deep from his chest. He has a very good top line. You would like to see a little longer underarm. He's a little bit coarse in his bone quality, in his rear legs. And his walk, you would like to see more regularity. And he lacks rhythm. Catalog number 70. His head should have more expression. His neck has enough length, but is a little bit too horizontal. Also, it's coming deep from his chest. In his frame, he is built downhill. He has a good top line. His croup is a little short and has a little bit too much slope. His walk has enough length, but you would like to see a little bit more activeness. His canter has sufficient engagement of his hindquarters, but he is moving too much downhill.